Binnen dit filmpje laat ik een mix aan functionaliteiten binnen Server 2003 zien. Daarnaast kijken we ook nog even naar VMware, hoe we een snapshot maken en terugkomen. Belangrijkste onderwerpen is het aanmaken van een security group en login script. En hoe je vervolgens gebruikers toevoegt aan een security group. En hoe je de login script koppelt aan de gebruikers die het betreft. Daar heb ik een aantal stappen voor gedefinieerd. Maar voordat we met de stappen aan de slag gaan, wil ik eigenlijk het eindresultaat laten zien. Wat we dus in feite hebben, is een server zoals we die de vorige keer hadden opgezet. Windows XP machine, waar nu al een gebruiker is ingelogd. Ik heb drie OU's. Ik heb de OU-HR, inkoop en verkoop. En binnen ieder OU heb ik, en dat gaan we dus zo direct ook maken, heb ik twee gebruikers zitten en één security group. Daarnaast heb ik op mijn E-station heb ik een map aangemaakt, afdelingsmap, en daarbinnen drie submappen. Het is dus zo direct de bedoeling, als bijvoorbeeld de gebruiker, nou even kijken met wie ik ben ingelogd, als de gebruiker Frank inlogt, Frank, die zit in de groep HR, ja, als hij inlogt, dat hij bij deze computer een x-dubbele punt krijgt, waarmee hij kan schrijven in het mapje HR die op de server staat. Ja, dus binnen de afdelingsmap HR, nieuwe map. Nou, deze heeft Frank zojuist aangemaakt. Oké, nou, dit is het resultaat wat we willen gaan bereiken. VMware kent daar een prachtige functionaliteit voor. Ik maak even een snapshot van de totaal, dus het eindresultaat. Snapshot, take snapshot. Geven het een fatsoenlijke naam na sec group. Briljant. Nou, hij maakt nu een snapshot aan en vervolgens zet ik hem ook terug naar de eerste snapshot, dus naar de basisomgeving die ik had staan, en dan laat ik nu alle tussenstappen gewoon één voor één zien. Nou, we gaan dat geeft hij dan ook aan van the current state will be lost. Tuurlijk, we willen terug naar de basisomgeving. Nou, hij is even bezig. Start hem opnieuw op. Ik pauzeer het filmpje hier even totdat hij helemaal terug is. En dan kom ik zo weer terug. Oké, we zijn terug in de basisomgeving die ik had opgezet. Dus we kunnen het gelijk controleren. Je zult zien dat ik geen gebruikers heb nog. Tenminste, ik heb maar één gebruiker. Dat is de gebruiker Adnan. Ik heb wel de OU's, maar die zijn nog allemaal gewoon leeg. Adnan. En ik heb dus op mijn computer heb ik geen basis- of afdelingsmap nog staan. Ja, dus een belangrijke functionaliteit binnen VMware. Als je bijvoorbeeld je Active Directory omgeving hebt opgezet, maak dan alsjeblieft een snapshot. Zodat je, mocht er iets misgaan, dat je altijd nog even terug kan gaan naar een vorige goed functionerende omgeving. Ja, ik merk dat heel veel deelnemers dat niet doen. En dat ze uiteindelijk dan de volledige installatie moeten verwijderen en helemaal opnieuw moeten beginnen. Oké, nou even een blik op onze stappen die we moeten nemen. Eerst security group aanmaken en gebruikers toevoegen. Security groups maak ik per OU in feite aan. Wat is namelijk het nut daarvan? Stel dat ik zo direct hier een map heb binnen mijn E-station. Map. En ik wil hier rechten op gaan geven. Dan kan ik ervoor kiezen om alle gebruikers die in mijn AD staan, één voor één, die rechten toe te kennen. Maar ik kan er ook voor kiezen om alle gebruikers in een security group te plaatsen. En dan vervolgens de security group de rechten te geven. Nou, je voelt hem al aan, hè. Als ik met security groups werk, dan gaat het allemaal veel sneller. Want dan hoef ik maar één item rechten te geven op de map die ik heb aangemaakt. Nou, we gaan eerst even een security group aanmaken. Wederom kan op meerdere manieren. Je kunt de rechtermuisknop op je OU en dan nieuw en dan group. Je kunt hier nieuw en dan group. Of we klikken op twee mannetjes, zeg maar. Prima. Nou, security group voor welke afdeling? Voor de afdeling verkoop. Dan noem ik hem maar ook maar verkoop. En normaal gesproken geef je nog aan ergens dat het een security group betreft. Want ik kan twee soorten groepen aanmaken, twee types in feite, een security group en een distribution group. Op het moment dat ik meerdere domeinen heb binnen mijn forest,
of buiten mijn forest, dan wordt het dan wordt de scope interessant. Dat is hij momenteel niet, dus ik laat dat even voor wat het is. En ik laat mijn groupnaam gewoon op verkoop. Oké, nou ik maak voor ieder OU maak ik een security group aan. Dus ook hier in de afdeling inkoop. En de afdeling HR. HR. Oké. Nou, je ziet het. In alle drie de groepen heb ik nu een security group aangemaakt. Wat we vervolgens gaan doen, is wat gebruikers aanmaken. Nou, in totaal wil ik er bijvoorbeeld 2 per OU hebben. Dat doe ik heel eenvoudig, want ik heb bij Adnan, op de gebruiker Adnan, heb ik al het een en ander ingesteld. Hè. Ik heb zijn roaming profile al meegegeven. Ik heb hem een home folder meegegeven. Ik wil dat de nieuwe gebruikers dat ook krijgen. Dus wat ik doe is, ik kopieer mijn account. Copy. En dan geef ik de nieuwe gebruikersnaam op. Dus Jeroen Komen. Komen. Nou, je ziet het, hij neemt ook al user cannot change password en password never expires over. Dat is allemaal prima. En je zult zien als ik nu naar Jeroen ga, dat het automatisch aangepast is. Ja, dus de paden naar zijn roaming profile en zijn home folder zijn automatisch aangepast. Vervolgens zit nu de gebruiker Jeroen Komen in de afdeling verkoop, maar misschien wil ik hem in de OU inkoop hebben. Dan kan ik hem gewoon richting inkoop slepen en dan geeft hij aan van joh, hou er rekening mee dat als je hem verplaatst dat dat nog effect kan hebben op je GPO's bijvoorbeeld. Nou, we zijn het ermee eens, prima. En je ziet het, onze gebruiker zit nu in de afdeling inkoop. Nou, ik pauzeer even hier het filmpje. Ik maak de overige 4 gebruikers aan en dan ben ik zo direct weer gewoon terug. Oké, ik heb de gebruikers aangemaakt. Ik heb ze ook in de juiste OU's gezet, of in ieder geval even in een OU geplaatst. Binnen de HR-groep heb ik Jeroen en Klaas zitten. Binnen de inkoopgroep Frank en Jan. En binnen de verkoopgroep Adnan en Alex. We zijn er nog niet. Ja, stap 1 is hier nog niet mee klaar. Want wat we nu hebben is een OU waar de gebruikers in zitten. Maar ze zijn nog niet lid van de security group verkoop bijvoorbeeld. Nou, dat kunnen we ook op verschillende manieren doen. Je kunt per gebruiker kan je naar de eigenschappen gaan. En bij member of kan je hem lid maken van de groep verkoop. Ik hoef niet alles te typen, dan hij pakt de rest automatisch. En dan zie je dat hij lid is nu van de groep verkoop. Wat ook kan, is naar verkoop gaan. En dan members, en je ziet dat Alex is nu al lid. Maar dan hier kan ik de gebruikersnaam opvoeren. Nou, in dit geval Adna. Ja, dus ik heb, bij deze heb ik ze nu beide toegevoegd. Hetzelfde doen we voor bij inkoop. Ik zet hem even deze kant op. Nou, Frank moet hierbij en Jan moet hierbij. Oké, en dan HR nog tot slot. Members daarvan zijn Jeroen en Klaas. Oké, nou ik heb ieder security group bevat nu wat leden. Ik zou mijn security groups ook weer lid kunnen maken van een andere security group. Maar dat laat ik even voor wat het is. Daar is er nu geen sprake van. Oké, de eerste stap hebben we hiermee uitgevoerd. We gaan nu aan de slag met stap 2. Het aanmaken van de afdelingsmap. Nou, ik kies gewoon mijn E-station daarvoor. Omdat dat, ja, dat is logisch. Dan draait mijn OS op mijn C-punt. En mijn gedeelde mappen en share staan dus op E-punt dan. Nou, prima. Ik had al een map. Ik noem hem even afdeling map. En daarbinnen maak ik voor iedere afdeling maak ik een map aan. Dus ik heb een map HR. Ik heb een map inkoop. En ik heb een map verkoop. Vervolgens gaan we ze delen. Nou, de HR map. We gaan naar het mapje tabblad sharing and security. We geven aan dat die gedeeld moet worden. En bij de share permissies geven we everyone full control.
Ja, dus dit is gewoon een afgesproken standaard. Share permissies, altijd everyone full control. Want op NTFS niveau, in het tabbladje security, gaan we pas afknijpen. Nou, in dit geval hebben normale users alleen maar lezerrechten. Nou, dat klopt. En we willen de HR-groep erbij toevoegen. En je ziet het, HR, de security group is er nu bijgekomen. Die willen we full control mee gaan geven. Ja, dus wat we zo direct krijgen, is dat een personeelslid van de afdeling HR hier full control op heeft. En iemand van inkoop heeft dat bijvoorbeeld niet. Ik doe dat ook bij de overige mappen, maar dan dus met de juiste groepen. We delen hem, permissions, full control. En in het tabbladje security selecteren we dat de security group inkoop full control heeft. Dat doen we ook bij verkoop, permissions, full control. En in het tabblad security geven we de groep verkoop full control. Ja, nou hiermee hebben we, stel dat nou later bijvoorbeeld hier nog een gebruiker erbij komt. Ik kopieer even Klaas Jelly Doren. Je zult zien dat hij nu ook de groep zaken heeft overgenomen, HR. Dan betekent het dat Ellie Doren automatisch ook rechten heeft op de map HR. Had ik nou geen security groups aangemaakt en had ik het op gebruikersniveau gedaan, dan moest ik naar de HR map gaan en de rechten ook nog eens gaan geven. Ja, dus dit maakt mijn werk als systeembeheerder gewoon een stuk makkelijker. Nou, prima. Hiermee hebben we stap 2, afdelingsmap aanmaken en delen, ook uitgevoerd. Vervolgens zijn we bij stap 3, login script aanmaken. Ik laat hier een van de vele methodes zien. Het kan op 100 andere manieren, maar ik wil deze toch laten zien omdat er sprake is van enigszins batch files en toch scripting. En dat vormt toch wel de basis, zeker als je later als systeembeheerder wilt gaan functioneren. Nou, C-dubbele punt, Windows, het mapje sysvol, je domeinnaam, mapje scripts is een map die wordt aangemaakt op het moment dat je Active Directory installeert. Dit is de map netlogon die zichtbaar is als share. Dus als ik hier server 2003 invoer, dan zul je daar het mapje netlogon zien. Dit is het scripts map. Ja, dus een gebruiker heeft hier gewoon rechten op. Op het moment dat een gebruiker inlogt, in het geval bijvoorbeeld Ellie Doren, als zij inlogt en ik geef bij haar geef ik een script naam op, dan zal er eerst gekeken worden in deze map om te kijken of er een batch file voor haar beschikbaar is. Ja, dus onze batch files, onze scripts, zetten we altijd in deze map neer. Nou, we maken voor iedere afdeling, om het filmpje toch even beperkt te houden, voor iedere afdeling een aparte batch file aan. Dat zou je natuurlijk ook met een if-constructie nog anders kunnen doen, maar ik hou het even simpel. Ik maak voor ieder groep, iedere afdeling maak ik een batch file aan. We selecteren een nieuw tekstdocument. Nou, voor HR. Je past de extensie aan in BAT. Dus je hernoemt het van TXT naar BAT. En je ziet dat ons symbool dan ook verandert. Nou, dat doen we ook even met inkoop.bat. Je kunt ook eerst eentje aanmaken en dan kopiëren we hem. Verkoop.bat. Nou, prima. Nou, we beginnen even bij HR. Wat we namelijk willen is dat als zo direct een gebruiker inlogt van de afdeling HR, dat hij binnen deze computer een x-dubbele punt erbij krijgt die een verwijzing maakt naar de map HR die op de server staat. Ja, dus dan moet binnen my computer moet er een x-dubbele punt op aan de clientzijde erbij komen waar de gebruiker gewoon het idee van heeft dat het een schijf is, maar waarbij het eigenlijk een afdelingsmap is die op de server staat. Nou, hoe doen we dat? Welke commando gebruiken we daarvoor? Dat is de commando netuse. Als ik hem in cmd invoer, netuse, dan geeft hij ook aan welke parameters ik kan gebruiken.
Het is heel erg simpel. Je geeft eerst, nadat je de commando netuse hebt opgegeven, de schijfnaam op die je wilt gaan creëren, de virtuele schijfnaam die je wilt creëren. In ons geval dus x dubbele punt. En vervolgens geef je het UNC-pad op naar de map die gedeeld staat. Nou, dat is dus server 2003 en dan het mapje HR. Ja, we kunnen dat controleren. Als ik server 2003, HR, nou, pad klopt. Hij staat daar namelijk ook. Ja, dus dit is het in feite. Zo maak je de script aan. Ik ga hem even opslaan. De HR-script is klaar. Ik maak ook even die van inkoop en van verkoop. Ik kopieer gewoon in feite hetzelfde. En ik pas het pad gewoon aan. Dus inkoop. En bij verkoop zetten we verkoop neer. Nou, prima. Als ik hem hier op deze machine ga uitvoeren, en dan laat ik het even zien. Verklein deze ook. Deze verklein ik even. Binnen mijn computer is op de server nu een C en een E beschikbaar. Als ik op HR dubbelklik, dan zie je dat er ook een X beschikbaar is gekomen. Als ik hier nu een map aanmaak en ik noem hem bijvoorbeeld Adnan. En ik ga nu naar E dubbele punt afdelingsmap HR. Dan zie je dat dezelfde map daar ook staat. Ja, dit is dus een virtuele schijfkoppeling naar E dubbele punt afdelingsmap HR. Die ook toegankelijk is voor de PC's die zich aanmelden op het domein. Dus ook voor buitenstaanders. Nou, even terug naar de stappen. We hebben dus de login script aangemaakt. Het enige wat we nog moeten doen is de script toepassen op de gebruiker zelf. Dus we moeten bij de gebruikersaccount aangeven, ja, als Ellie door hem zo direct inlogt, dan moet de script hr.bat toegepast worden. Ook dat kunnen we op verschillende manieren doen. We kunnen het door middel van een group policy object doen. Dat laat ik ook even buiten nu. Ik laat het even via de simpele methode zien. Je kunt gewoon dubbelklikken op de gebruiker, tabblad profile. En dan bij logon script kan je dus de bestandsnaam opgeven. Ja, dus als ik hier hr.bat typ, dan gaat Active Directory op het moment dat de gebruiker Ellie Doren inlogt, kijken naar het mapje c:\windows. Sysvol adnan.log scripts hier. Ja, hier kijkt hij dus standaard. Ik hoef dus niet het complete pad hier in te voeren. Nou, stel dat ik 1000 gebruikers zou hebben, dan ben je even een tijdje bezig om het allemaal in te voeren handmatig. Wat ook kan, en dat is het mooie van Active Directory, is dat je meerdere gebruikers tegelijkertijd selecteert. Je houdt je controltoets bijvoorbeeld ingedrukt. Je doet rechtermuisknop op de gebruikers, properties, profile, logon script en je voert het in hr.bat. Nou, je zult nu zien, als ik naar Klaas ga, profile hr.bat staat erbij. Nou, dit doe je ook bij de overige afdelingen. Ik wil gewoon, om het filmpje ook af te ronden, direct even laten zien wat er nu gebeurt als Ellie Doren bijvoorbeeld inlogt. Nou, we gaan als E Doren inloggen. Dit is de eerste keer dat ze inlogt, dus haar profiel wordt aangemaakt en je zag net hier onderin in een flits een commandbox verschijnen. Als we nu naar deze computer gaan, dan zie je dat er een x dubbele punt erbij is gekomen. Ja, dus onze gebruiker Ellie Doren heeft A, roaming profile, B, een basismap en C, een afdelingsmap waar ze gewoon in kan komen. Als ze hier een map aanmaakt, bijvoorbeeld Ellie, dan zal ik aan de serverzijde zien dat die erbij is gekomen op mijn station. Even naar E dubbele punt, afdelingsmap HR, Ellie. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit filmpje. We hebben naar verschillende zaken gekeken, hoe je een security group aanmaakt, wat daar de voordelen dan van zijn, hoe je een afdelingsmap aanmaakt, hoe je deze deelt en waarom je full control op share rechten moet geven en wat je dan bij NTFS rechten moet gaan doen. We hebben gekeken hoe je een login script aanmaakt, hoe je die koppelt aan een gebruiker en wat de commando netuse doet.